Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe vlogvideo. Vandaag is het maandag. We hebben de maandag overleefd tot nu toe. Yes! Ik ben heel blij met mijn shirt vandaag. Is voor Anubis en Ach. Ik besefte me trouwens vandaag eigenlijk dat ik het nog in geen enkele video over Anubis gehad heb. Terwijl Anubis toch wel in mijn kamer aanwezig is. Maar ik weet gewoon niet wat ik erover moet zeggen. Christmas met Anubis. Of zo, I don't know. Ja. Het is maandag. Ik heb gewerkt vandaag. Dat was heavy. Want onze leverancier van de bakkerij was heel laat. En er is ook iemand ziek gevallen weer. Die de avonddienst deed. Dus ik heb geen flauw idee hoe dat nu opgelost is. Ik ben gewoon naar huis gegaan. En ik dacht, fuck you all. Nee, echt. Als ik de ochtend werk, dan stop ik gewoon. Er moet echt iemand komen waarvan ik weet, die doet ook zijn best en dan wil ik het goed hebben staan. Maar het stond ook vrij goed toen ik wegging. Maar ik dacht echt, I don't care, ik ben gewoon weg naar huis. Toen thuis gekomen, gegeten. Ik heb lekker een spaghetti saus gemaakt. Die ga ik zo meteen nog even afwerken. We hebben even spaghetti eten. En verder heb ik eigenlijk Expeditie Robinson gekeken, muziek geluisterd. En gecandy crushed en Subway surfed. En bij dat laatste heb ik mijn record gebroken. En ik zit nu op. Wacht, ik heb een foto gemaakt net. Die zal ik even zoeken. Ik heb zelfs het record op, die ik op mijn moeders tablet had verbroken. Dit is mijn highscore nu. Waarschijnlijk zien jullie het spiegelbeeld. Maar oké. Dat is mijn highscore nu. Ja. Hierbij kunnen jullie niet echt tegen mij battelen, want dat is via Facebook. En ik ga eerlijk zijn, Facebook is eigenlijk een van de enige social media's die ik niet echt openstel naar onbekenden, soort van. Niet dat ik er zoveel speciaal dingen op zet, maar ik bedoel een Instagram en Snapchat, dat vind ik heel leuk om te delen. Het zijn foto's die je deelt. Maar op Facebook, ja, ik weet niet. Facebook is zo echt zo'n afgeschermd ding of zo op de een of andere manier. I don't know. Oké, ik ga de kalender eens bijpakken. Mijn handen doen pijn weer, man. Mijn handen en mijn schouders. Echt top. Ik heb vandaag gebakken, dus de hele dag dit. En pakken en erin doen, pakken erin doen. Dus die gewrichten zien zo erg af. En dat voel ik nu wel weer. Maar ik wou het zelf doen, want het was lang geleden. Dus ik wou het gewoon zelf doen. Maar oké, opgemaakt heb ik deze parfum. Ik zei het nog, de Fall Back to Nature Eau de Toilette. Dit was wel een heel fijn fris geurtje van Essence. Ik vind het eigenlijk best jammer dat die op is. Want voor te werken vond ik dit echt een super fijne geur. En heel schattig. Binnenin. Love. Als je het kan zien. Ja. Maar hij is op. Dus die mag weg. Hier een. Het kaarsje van de dag. Ik heb ze gisteren al bij laten branden trouwens. Vandaag zijn we de 9e, ja. Ik moest even denken. Ik heb nog thans vandaag 30% afslag gedaan, dus ik zou moeten weten welke datum het is. Maar dat is alweer een paar uur geleden, dus kom op, jongen. Ja, het kaarsje. Heel veel paars zit erin, heb ik het gevoel. Misschien komt er straks heel vaak een andere kleur. Kijk, ik had hier een andere in gedaan. En ik heb zo twee dingen naast mijn tv staan en daar had ik de andere kaarsjes in gedaan. Zo'n koekje, die doe ik straks branden, sowieso. En het bakje, het vakje van de dag. Ik pak er hem gewoon uit, vakje nummer 9. Ik ga vertellen waarom het die andersom zat, want ik ben een beetje sneaky geweest. Ik heb gisteren samen met Zit twee vakjes gespiekt. En dan deed ik het zeg maar zo naar de camera, zodat ik het zelf niet kon zien. Maar stiekem heb ik toch wel een keertje. Ik weet niet wat het exact is, maar ik heb wel de kleur van de tube. En dat hebben we met twee vakjes gedaan. Nou ja, die andere heb ik niet eens gezien. Dat had ik gewoon geraden aan het flacon wat het was. Maar oké. Voor dit is het nog een geheim. Zit die weet het wel en ik ook. Maar vandaag de Moisture Surge 72 Our Auto Replenish Hydrator. Dit is een nieuw product volgens mij, want die heb ik nog. Die herken ik niet van naam ook of zo. Ik denk dat dit een vervolg is op die gele crèmes die ze eerst hadden. Use under or over makeup RS5 minute mask. Wow. S5 minute mask.
Oké, dat is wel cool. Dat vind ik leuk. Oké, dit is een nieuw product. Dan ben ik excited. Goed, deze staat hier ook nog steeds. Ik ga ze gewoon hier lekker naast elkaar zetten. Oh. En dan blijft hij niet staan. Oké, nu wel. En het vakje gaan we weer dicht doen. En in de kalender plaatsen. Ik probeer niet meer te spieken. Spijt me. Mochten jullie trouwens zien dat ik uitgelopen make-up heb, dat komt van de uiensnede daar straks. Het was zo'n fucking heftige sterke echt, oh my god. Ik snee hem al, ik deed hem de pijl ervan af, zeg maar. Toen ik hem door midden snijde, ik dacht echt, oh my god, wat is dit? En mijn moeder zit in de woonkamer en die zei zelf ook van, wow. Hij is echt heel heftig van geur, dus ik snap je helemaal. Mijn ogen schoten vol. Shit. Ik heb het heel snel bij uitsnijden, maar nu was het echt wel, heftig. Maar ja, wel lekker in de uitsaus, niet in de spaghetti saus. Goed, dat was de video voor vandaag. Planning voor morgen. Dinsdag eigenlijk een beetje hetzelfde als vandaag. Werken van 6 tot 12. 12:30. En ik moet echt het sporten weer oppakken. Dat moet gewoon, want ik zit veel te veel stil. En vorige week heb ik ongeveer mijn hele week een 62.000 stappen gedaan. En mijn moeder zei van, wow, dat is ook wel een soort van sporten. Want dat is best wel heftig. En met wat ik op werk doe, van bakken, tillen en zo. Het is eigenlijk sporten op zich. Maar ja, ik voel toch dat ik echt nood heb aan wat oefeningen doen. En een beetje cardio, fietsen. Dus ik verplicht mezelf morgen om te gaan sporten. Maar ik heb weer het gevoel dat er iets gaat tussenkomen. Dat, het gewoon, dat ik er geen tijd voor ga hebben ofzo. Daar ben ik altijd een beetje, dat is het kutte. Ik heb zo'n drukke planning soms. En dinsdag en donderdag zijn dan de enige middagen dat ik echt vrij ben met mijn moeder. En dan doen we van alles. Maar op andere dagen kom ik daar niet. En dan kan je denken, je kan fietsen. Maar dat is echt een kutweg daarheen. Ik woon echt in een heuvelachtig landschap, soort van. Heel veel vals plat, dat het gewoon plat lijkt. Maar dat het echt flink omhoog kan gaan. Dus je fiets hier zeg maar niet zomaar overal heen. En als ik daarheen zou moeten, dan heb ik eigenlijk al een workout op zich gehad. En dan heeft het nog weinig zin om te sporten, vind ik dan. En ik kan er ook met de trein heen, maar dan ben ik langer op de trein als ik daar zou zijn. Te voet is het ook een beetje ver. En een bus rijdt er niet heen. Dus de auto is eigenlijk het enige optie, maar ja. Dilemma's. Maar oké, dat was het. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Doei.